Ik ben tevreden, ik ben klaar. Ik moet nu aan Gideon om. Okay. Nou, dus ik meteen even aansluiten op dit verhaal. Frank heeft volkomen gelijk in met zo'n legendarische transformatie, waarmee je bepaalde thermodynamische grootheden in elkaar kan overschrijven, kun je inderdaad dit proces omschrijven naar dit proces, en wordt het sommetje uitzonderlijk makkelijk door. Hij zegt het volkomen correct, hè? Dat voelt bijna als smokkelen. Ja, je maakt hem zo dat het sommetje makkelijk wordt. Ja, maar je bent het niet anders gewend als jij een integraal oplost. Gewoon in calculus, vergeet natuurkunde, calculus, je kan het integraal oplossen. En je merkt van de eenheden bevallen me niet, of de grootheden bevallen me niet. De integraal is dx, maar bij dt kan ik het wel veel makkelijker kunnen. Dan maak je toch ook een Jacobiaan erin. En dx dt om te zorgen dat de integratievariabele past op het sommetje wat makkelijker wordt. Dat doe je hier ook, daar komt het eigenlijk op neer. Dus daar heb ik die opmerking nog even. Dat dat veel wijdverspreider is, dat zogenaamde smokkelen. Het sommetje omschrijven naar coördinaten in de rekening makkelijker worden. Maar, ook als je deze stap niet maakt, kun je het ook met het PV-diagram nog steeds deze uitdrukking vinden. Sterker nog, zo heb ik hem zelf gedaan. En ik heb op het begin van deze serie heb ik jullie een verzameling informatie gegeven van waar je opgave kan vinden. En eentje daarvan was mijn YouTube-kanaal. Dan heb ik deze opgave dat je niet van hier naar daar, maar van hier naar daar gaat. Die staat erin zich heel uitgewerkt. Dus die kun je daar nog eens een keertje nakijken. En dan doe ik hem in 20 minuten doe ik hem nog eens een keertje voor. Dus dat je deze pakt. En ik denk dat het heel nuttig kan zijn om daar erin te lopen. Ja. Heb je dat soort dingen? Ja, er staan er meerdere. Ik blijf ze afgelopen. Dus mijn bedoeling is om van elke set opgaven, om dan één, hangt een beetje vanaf hoe nuttig ik ze vind, want de ene is meer regelwerk en de andere heeft meer begrip. Maar mijn bedoeling is om van elke spreekopgave zeker één te pakken van te denken, en hier zit één echt even de kern. Daar maak ik de opgave ook voor, waar ik naar. Dat altijd een opgave is waarbij ik echt zeg, en hier zit even de kern van mijn betoog van het college. Ja, precies. Die ga ik langzaam zeker, ga ik die steeds meer aanvullen. Dus voor de mensen die dat niet meer weten van het eerste college, moet je even hier naartoe. Gewoon in YouTube. En dan is het deze. En er staan een stuk of 30 filmpjes op misschien. En die gaan niet allemaal over fysica van energie. Er zit een beetje van alles wat bij. Dus ik heb het aangegeven met pen. Physics of Energy. Dus elk filmpje wat op jullie betrekking heeft, kun je daar vinden. Nogmaals, deze staat er. En er staan ook wat andere. En ik blijf ze aanvullen. De bedoeling is dat je zometeen, tegen de tijd dat we door de PCD heen zijn, dat je van elke set, dat je echt even een kernopgave helemaal uitgewerkt kan dat terugvinden. Want vaak het ook wel een werktijd, werkplezier is maar 1 uur in de week. In principe kun je bij het terecht hebben voor extra vragen, maar ik kan me fantastisch voorstellen dat je af en toe gewoon opgave helemaal van begin tot eind uitgewerkt wil zien. Vandaar, kun je daar vinden. Er was nog een opmerking die ik wilde maken, maar ik val ook maar een beetje binnen nu bij Frank, dus ik ben even kwijt wat die opmerking was. Nou, jij bent ook niet natuurlijk, hè? Dat is lastig. Even kijken. Nou, hij is in ons wat. Ik zag Frank het zeggen, ik denk, ja, dat zegt hij goed. Toen dacht ik, kan ik het net even aanvullen, maar ik weet vergeten wat het was. Deze, absoluut even nakijken. Hoe je vandaar naar daar gaat, dat werkt. Oh ja, ik weet het weer. Omdat deze uitdrukking onafhankelijk is van de stof die je hebt gebruikt, Frank zegt ook, dat weer fantastisch natuurlijk, betekent dat die uitdrukking, die Carnot-efficiëntie, dus inderdaad waar is voor elke stof, onafhankelijk welke stof je bekijkt. En dat is een ontzettend nuttige uitspraak, want dat betekent dat die Carnot-efficiëntie die hier staat, dus een van de universeel ding is. Maar het gaat dus al dieper, want als je hem afleidt in het PV-diagram, moet je de ideale gaswet gebruiken. Ja. Maar in het TS-diagram hoef je die ideale gaswet niet te gebruiken. Oké. Maar blijkbaar is zelfs de afleiding, hangt het niet af van wat voor gas of materie je hebt? Hij heeft uiteraard gelijk. Wat dat betreft zijn Frank en ik elkaar verschrikkelijk aan aanvullen. Dit filmpje op het eind maak ik ook die opmerking. Dat als je deze dan hebt, deze eigenlijk gevonden, dan zeg ik, ja, hij werkt voor ideaal gas. Maar in het dictaat, in het college, naar aanleiding van jouw vraag 2 weken geleden, over dat er ook een insteek moest staan, voor de mensen die zich nog kunnen herinneren, kon je bewijzen dat de Carnot-efficiëntie voor elk systeem hetzelfde is. Maar ik moet niet eens een gas in verzitten, laat staan ideaal. En in het filmpje legt dan ook uit, ja, ik doe nu voor ideaal gas, want het rekent makkelijk. Maar als ik hem dan heb ik hem voor elk proces in de hele wereld gepakt. Dus inderdaad, Frank heeft ook nu weer gelijk. Deze uitdrukking geldt dus niet alleen voor gas, maar hij geldt echt voor elk proces wordt nooit beter dan dit proces. En dan komt nu de opmerking die we willen maken. Dat betekent dat deze efficiëntie dus de meest
universeel is. En omdat je een universele efficiëntie hebt, kun je deze gebruiken om een temperatuurschaal te definiëren die onafhankelijk is van een substantie. De uiterlijk is onafhankelijk van welk proces, welke substantie. Er is een temperatuur die erin zit, kun je onafhankelijk definiëren van elke substantie. En heel bij het allereerste college, toen ik het had over de nulde hoogte van de energieleer, toen vroeg iemand, ik weet even niet wie het was, maar die vroeg van, ja, maar ik zei nulde hoogte leidt tot een definitie voor een temperatuur. Toen vroeg iemand van, ja, maar dan weet je toch niet dat dat de absolute temperatuur is? En toen zei ik, nee, dat klopt. Dan heb je één stapje extra voor nodig. Met één stapje extra kun jij een absolute temperatuurschaal definiëren, en dit is dat stapje extra. Dat als je dan de twee hoogtes hebt, daar komt deze efficiëntie uiteindelijk uit. Dan heb je dus een combinatie van nulde hoogte die zegt er bestaat een temperatuur, en de tweede hoogte die zegt in die temperatuur is onafhankelijk van wat dan ook, heb jij een absolute temperatuurschaal gevonden. Daarom weet je ook absoluut, het is onafhankelijk van welke stof dan ook. Goed, daarmee denk ik dat dat verhaaltje even rond is. Want we waren eigenlijk al afgestapt van de macroscopische energieleer. We waren microscopisch bezig. En verdorie, wat heb ik er zin in vandaag? Want we gaan uitbreiden naar relativistische systemen. Dat betekent dingen mogen nu met de lichtsnaring en zo. Waar is de wisser? Oei. Die sterrenkundige daarboven verstopt, denk ik. Ergens. Het is nog maar ook. Ja, je moet ze in de gaten houden hier. Astronoom. Meer dan andere keren is het deze keer van belang dat we echt even goed op een rijtje hebben waar het vorige keer over ging. Want ik ga een hoop van de techniek van vorige keer gebruiken om vandaag uit te breiden. Dus dat beroemde speakbriefje is vandaag echt even cruciaal. Ik hoop dat mensen van de opgave van vorige week gebruik hebben gemaakt om zichzelf echt even te testen op die stof die daarin stond. Want vandaag gaan we die echt nodig hebben. Vorige keer zijn we begonnen dus met de microscopische, zoals dat dan even noemde, energieleer. En het punt waar we het over gingen hebben, dat was dan hoe kun je die hoofdwetten bewijzen. Als je dieper gaat kijken, nu macroscopisch hebben wij daar op fenomenologische gronden hebben gevonden dat die wetten waar zijn en wat eruit volgt. En nu gaan we microscopisch doen. Toen zei ik van we beginnen met de eerste hoofdwet, omdat die zo belangrijk is. Als we die dan hebben, dan gaan wij, dat is volgende week en de week erop, gaan we de nulde, de tweede gaan we er ook uithalen. Maar even die eerste. Van de wet van behoud van energie. Hè? En om dat allemaal aan te praten, hebben we het Lagrangiaans formalisme ingevoerd. En ik heb het geïntroduceerd als gewoon een herschrijving van de wetten van Newton. Zelfs de fysica. En daar stond niks anders in dan dat Lagrangiaan, dat is een van de wiskundige object. Ik ga het even heel abstract doen nu. Een van de wiskundige object hangt typisch af van de x en van de v. In een enkel geval ook van de tijd. Daarover zo meteen iets meer nog. Lagrangiaan. En uit de Lagrangiaan volgt vervolgens een nieuw object, dat is de integraal van de Lagrangiaan. Integraal over de tijd, dit heet de actie. Dit is de actie. Dit is de Lagrangiaan. En toen zei ik, nou tot nu toe heb ik geen natuurkunde gedaan, ik heb alleen woorden gedefinieerd. De natuurkunde die zit erin dat als je een Lagrangiaan hebt, dan kun je uitrekenen wat de natuur gaat doen. Het klinkt allemaal heel abstract, maar ik hoop dat je op het moment doordat dat het niet abstract is, dan zeg ik heb een kracht, een F. En ik wil een formule die zegt wat die F dan doet met de natuur. Wat er dan uitkomt. Dus helemaal na en zo. Ik heb naast mezelf een soort principe. Ik heb een ding. Het is niet meer een kracht, maar het is een Lagrangiaan. En ik heb een formule, dat is niet meer F is helemaal na, maar dat wordt in dit geval orde Lagrange vergelijking. En beide vertellen dan, en dan gaat het natuurlijk dat en dat doen. Het is niet minder of meer fundamenteel dan het ander. We hadden gezien dat die actie bepaalt hoe de natuur zich gedraagt. Dan is volgt de natuur. Noem geeft deze naam. Hoe zei ik het vorige keer? Kiest het pad dat of zo, denk ik, zoiets? Volgt het pad zodanig wat? Zo was het, ja, precies. Volgt het pad, nou, ik doe het zelf. Dit doet, dit is wat eruit komt. Maar Lagrangiaan is dat niet expliciet.
Ja, dat klopt. Maar nee, dat klopt. Dat, ik zei net van, ik ga nog geen opmerking over maken. Oh, dat is precies de opmerking. Nee, ik ben heel blij mee dat het erin zit. Ik bedoel, ik ben heel gelukkig mee. Inderdaad, daar hangt hij juist niet van tegen. Maar die opmerking maak ik zo meteen alsnog even. De natuur doet of volgt het pad dat, hè. Zodanig dat S een extreme waarde heeft. En als je me vraagt over is dat waar, dan weet ik niet. Ik lieg, ik weet het wel. Het zit diep in de kwantumveldtheorie opgesloten. Maar voor nu is dat gewoon een postulaat voor ons. Dat als je dan dit doet, dan komt er iets uit, een x als functie van t en een v als functie van t. En dat is precies wat de natuur doet. Hoe je zijn deeltjes laat bewegen, hoe ze velden gaan, hoe fotosynthese werkt, etc. Dit ding heet bij elkaar het principe van extreme actie. Toen hebben we meteen een voorbeeld gedaan vorige keer. Namelijk dat ik zei van, nou, we pakken gewoon een Lagrangiaan. En dan zei ik van, nou, laten we gewoon die kinetische energie binnen potentiële energie nemen. Ik zeg echt met klem bij, dit is maar een voorbeeld, hè, want ik heb begrepen voor jullie vorige keer dat jullie typisch gewend zijn bij klassieke mechanica dat Lagrangianen vaak kinetisch binnen potentieel zijn. Ja, dat werkt op het moment dat jij deeltjes hebt, massaatjes en zo. Want dan kun je kinetische energie van aanwijzen. Ik vind het wel een stuk knapper als jij van de elektromagnetisch veld hebt. Wat is de kinetische energie van het elektromagnetisch veld? Dat is lastig om kinetisch min V op te schrijven daarvoor. Weet je wat? We maken het nog moeilijker. Je hebt een kwantummechanisch systeem waarbij je überhaupt niet kan aanwijzen waar de deeltjes zitten. Wat is de kinetische energie van een deeltje als, je niet eens, als die er niet is, bij zo'n spreken, als die plopt, als het een Schrödingergolf is ofzo. Dus dit is een, noemen we dan even de Newtoniaanse Lagrangiaan. In sommige literatuur heet die ook zo. Maar ik zeg dus met klein bij, dit is alleen maar een specifiek voorbeeld van een groter formalisme. Het grote formalisme werkt namelijk ook voor quantum effecten en voor licht en zo. Maar deze gaat niet goed. Nou, als je dit invult in... hier zo, en je gaat dan zorgen, in die actie, je gaat zorgen dat daar de extreme waarde uitkomt, dan vind je automatisch uit het principe van extreme actie F is MLA. Daarmee heb ik niks anders gezegd dan dat het blijkbaar mogelijk is om de wetten van Newton te schrijven als iets Lagrangiaans-achtigs. En dan vergeet ik eigenlijk bijna het belangrijkste nog. Het principe van extreme actie zegt dus wel van ja, dit moet een extreme waarde hebben. Maar het helpt je in de praktijk om niet zozeer, niet zo goed, hè? Ja, leuk, het moet een extreme waarde hebben. Hoe vind je die extreme, hoe vind je dat pad waarvoor die extreme waarde is? En dat was, we hebben vorige keer zelfs afgeleid, dat was onder deze voorwaarde. Lagrangiaan. Afgeleid naar x. Als die gelijk is aan... Nee, ik probeer te denken wat liedje is. De final countdown of zo. Nee. Die we ook nu al in ons hoofd hebben ongetwijfeld. Dus. Nu wel. En ons nu wel. Kun je even een dagje noteren op dat bietje, dan krijg je het nummer uit. Deze. We hadden vorige keer bewezen dat als jouw Lagrangiaan, als je dat hierin stopt, dan komt er een formule uit, die formule zegt, dan is jouw actie minimaal. Maximaal of zelfs een buigpunt. En dan zegt het principe van extreme actie, dan op dat moment, dat is hoe de natuur zich gaat gedragen. Dat is hoe de natuur kiest om zich te gedragen. Heel abstract, maar nogmaals, het is niet anders dan even zo belangrijk. Wat het laatste puntje eraan vast. Toen zei ik ook vorige keer, als je een Lagrangiaan hebt, dan is het verschrikkelijk makkelijk om de energie van een systeem te vinden. De energie G ga ik vanaf nu heel vaak aangeven met H, hè, van Hamiltoniaan. Frank zei het al, het is eigenlijk een Legendre-transformatie voor de mensen die... Ik ben even aan het kijken naar de oogjes. Wordt je Legendre-transformatie? Doet dat een bel rinkelen? Best, dat is fysica gewoon. Oké, en in de betekenis, het heeft ook een betekenis voor je. Je weet ongeveer waar we het dan over hebben.
Het zijn maar dure woorden hoor. Het betekent gewoon niks anders dan dat je de informatie in Lagrangiaan die je hier ook kan schrijven in een ander object. Veranderen wat wetten onderweg, maar dat is het enige. De informatie is hetzelfde gebleven. Dit ding, de Hamiltoniaan, heeft een heel bijzondere eigenschap. Dat is dat je namelijk kan bewijzen, en daar ging een hoop van de opgave over, bewijs het eens even expliciet voor jezelf, dat deze behouders in de tijd, ja, Julius' opmerking, dan mag de Lagrangiaan alleen niet zelf van de tijd afhangen. Hij mag wel 4x van de tijd afhangen, hij mag 4 de v van de tijd afhangen, hij mag niet van zichzelf van de tijd afhangen, los van de x en van de v. Ik kan het opschrijven. Mits L niet expliciet, hè, dat is een mooie taalgebruik ervoor, wel impliciet via x en via v, maar niet expliciet. De tijd afhangt. We zijn er geëindigd vorige keer met wat dat natuurkundig betekent. Dat de Lagrangiaan niet expliciet van de tijd afhangt. En dat wil ik ook nog even herhalen. Deze opmerking. Dit is echt gewoon letterlijk een kwestie van bewijzen. Gewoon, je kan de tijdsafgeleide nemen, uitwerken en dan zien dat het waar is. Als je bij jezelf denkt, dat wil ik ook uitgewerkt zien, ook daar heb ik een opname van gemaakt. Ik zit ook al op die YouTube. Dus dan kun je precies zien wat dit altijd behouden is in de tijd. Om welke redenen. En ik maak in die opname ook echt tegen het punt van, het maakt niet eens uit hoe de Lagrangiaan eruit ziet. Zolang je van x of van v afhangt, hoef je verder niks te zeggen. Paf, een beetje meteen energie is behouden. Dat is een diepe uitspraak. Want ten eerste heb je daarmee eigenlijk de wet van behoud van energie bewezen. Maar heb je wel één aanname gedaan. Maar het is ook wet 1. En dat is deze. Dat de Lagrangiaan niet van de tijd afhangt, expliciet. En daar zijn we vorige keer dus mee geëindigd met wat dat gewoon betekent. Ik ben ook echt oprecht benieuwd of dat geland is. Kan iemand AJW aanvullen? Lagrangiaan niet expliciet van de tijd afhangt, wat betekent het? Natuurkunde. Dat je niet weet. Ik ben het met je eens dat het een gevolg is van dat als de Lagrangiaan van de tijd afhangt, expliciet dat energie niet behouden is. Iets netter gezegd. Dan zou je nog steeds behouden kunnen zijn, maar je hebt niet hetzelfde bewijs wat er nog voor geldt. Nee, ik zoek echt wat anders. Het zegt iets over de natuurwetten zelf. Nou ben ik benieuwd of het verlegenheid is om mensen het oprecht niet opgepikt hebben. Wat zeg je? Ja, je moet die zelf namelijk nemen. Ja, ja. Dus gewoon op de duur met de vrouw. Ja, dat betekent als jouw Lagrangiaan, deze, als die van de tijd afhangt, dat betekent, kijk even naar de Lagrange-vergelijking, dat die regel die eruit gaat komen, hoe de natuur zich gaat gedragen, dat die ook van de tijd begint af te hangen. Oftewel dat vandaag een experiment op dit tijdstip andere uitkomst te geven dan morgen. Denk je bij jezelf, ja, dat is logisch, want het experiment heeft altijd, is de ene dag anders dan de andere dag. Ik ga vandaag vliegen, dan wappert hij anders dan morgen. Dat bedoel ik niet. De wetten waar die vliegen, waar die wapperende vliegen aan voldoet, die zijn niet veranderd. De omstandigheden waarin er gewapperd wordt wel, maar de wet waaraan het wapperen voldoet, wet van Newton en zo, zwaartekracht, wind en zo, die zijn niet veranderd. Daar zit het in. Op het moment dat jij de Lagrangiaan van T laat afhangen, dan zegt de Euler-Lagrange-vergelijking, dan gaat jouw uiteindelijke natuurwet ook van de T afhangen. Dan heb je dus een natuur die elke dag zich anders gedraagt. Nou, het feit alleen al dat de zwaartekrachtswet van Newton bijvoorbeeld vandaag dezelfde vorm heeft als gisteren, namelijk MN gilt R inderdaad. En dat die overmorgen waarschijnlijk, je weet het niet, maar overmorgen waarschijnlijk nog steeds aan diezelfde wet voldoet. Dat stopt in het moment dat je Lagrangiaan niet van T laat afhangen. Er was er iemand, en hij zei vandaag, die zei vorige keer van, ja maar, dan heb je dus toch ergens een aanname gedaan. Dat ben ik met hem eens. Je moet er iets in stoppen. Dat geldt voor elk sommetje wat je doet.
Maar ik vind het geen rare aanname, daar mag je zelf filosofisch over nadenken wat je daarvan vindt. Ik vind het geen gekke aanname om te zeggen dat de natuur zich, hoe raar die ook is, wel elke dag op dezelfde manier raar is. Dat de wetten niet veranderen. Nou, onder die voorwaarden, oftewel de niet-expliciete afhankelijkheid van T, krijg je een bepaalde energie terug. De vorige keer ook toen we de Lagrangiaan introduceerden, toen vroeg ik van wat is het voordeel van de Lagrangiaanse methode? Toen zeiden mensen, nou, het is een scalar en het is coördinaat, de wetten die eruit komen zijn coördinaten onafhankelijk en zo, dat is allemaal waar. En een van de dingen die ik aan het lijstje toevoegde was, dat betekent ook dat je aan een gegeven Lagrangiaan in één oogopslag kan zien welke wetten behouden zijn. Als jij mij Lagrangiaan geeft, dat maakt me geen klap uit. Schrijf ook het op. Gooi er een tangens in, gooi er een logaritme in, gooi er een paar regels in met x en met v's en zo. Op het moment dat ik een t zie staan, die niet zelf opgezond zit op x en in een v, weet ik meteen energie is niet behouden. Het feit dat je dat kan doen, waar je bij Newton toch echt een flink klap ook voor nodig hebt voor sommige sommetjes om dat te bewijzen, is een uitzonderlijk groot voordeel van het Lagrangiaans formalisme. Je kan paf in één keer zien, als er geen expliciteitsafhankelijkheid zit, behouden energie. Dat was mijn grote boodschap van vorige keer. En ik wil het nou relativistisch gaan maken. Deze mooi staan. Hier wil ik wel even zeggen, dit dus, dat stapje, dat bewijs, dat is het ook al hierin opgesloten. Doe ik het echt voor een opgave, helemaal van begin tot eind voor, in een minuutje of 20. Oké, relativistische. De relativistische wet van basis van energie. Voordat ik dat ga doen, ga ik nog eens een poging wagen om wat reacties uit het publiek te ontlokken. Kan iemand een dilakantje aan de boven zien waarom die niet relativistisch is? Dat er blijkbaar nog geen relativiteitstheorie in zit. Oh ja, maar dan ga je van die uit. Ik bedoel die algemene, gewoon L is L van X en V. Je hebt gelijk, hoor, die kun je meteen zien, hè? Want daar staat een halve kinetische energie in van Newtoniaanse deeltjes en zo. Dus wat dat betreft voorkomen gelijk, maar mijn vraag is uitgebreider. Niet naar deze kijken, hier kun je meteen al zien dat hij niet relativistisch is. Hoe kun je daar dan zien dat hij niet relativistisch is? Hier vandaag veel matter dan voorgaande week. Is er iets moeilijk in taal geweest vandaag? Iedereen lekker weer. Ja, ik ook is dat. Het is ook wel een beetje donker. Daar kan ik wel eens het groeien. Het weer kan ik niet regenachtig maken. Nou, eens kijken of dit helpt. Beetje zonder synthese erbij. Nou, dat is een goed experiment om het te kijken of dit uitgemaakt heeft. Kan iemand zien aan deze Lagrangiaan waarom die niet relativistisch is? Dat is een mislukt experimentje, begrijp ik. Ja, nou goed. Als volgende week regent, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Een keertje met het licht aan en zon en met het licht uit. Kijken welke factoren het zijn. Nee, echt niet? Ziet niemand het? Ja, C staat ergens nog genoemd op zich, maar dat, ja. Dat kan ik best wel ergens in komen. In principe, ja, er staat daar in principe niet dat er een limiet op V zit of zo. Nee, dat klopt. Overigens, dat zit ook niet in de relativiteitstheorie, ligt ook niet uit, in zijn postulaat ook geen limiet op C, hè? Het komt er wel uit, maar ja. Dat is niet wat je erin stopt. Maar, een klein technisch detail, nee, dat klopt. Ja, en er staat natuurlijk T in plaats van eigen tijd. Ah, oké, mooi, we zijn er. Dat is echt de crux van dit hele verhaal. Het is een kleine uitspraak en er zit veel in. De T die erin staat, hoeft niet per se deze expliciete T te zijn. Deze. Ook niet deze die daarin zit, want daarin zit. Wie is tijd is dat? Ik bedoel, als we één ding weten van relativiteitstheorie, is dat de ene tijd wat de andere tijd niet is. Hè? En dan kun je misschien bij jezelf denken, ja oké, goed, er is het iemand zijn tijd.
Ja, en dan weet ik ook wel dat dat Pietjes een andere tijd anders loopt, omdat hij met snuit, beweegtijd, irritatie en zo. Nou en, dan hebben we een garantie voor Pietjes een tijd en niet voor Jantjes een tijd. Is dat erg? Antwoord is ja, dat is erg. Ligt dat aan? Ga de tweede poging wagen. Waarom is dat erg? We gaan in baat van wat? Dat is goed. Dat is één opgave waar je over mag gaan buigen. Aanstaande week. Over precies die vraag. Impuls. Dat is misschien wel eens waar, maar dat is niet zozeer waar. Het zou waar kunnen zijn, daar kun je over nadenken. We gaan één stapje terug doen. Ik was er niet bij toen jullie de relativiteitstheorie kregen, de speciale, maar ik neem aan dat daar een docent stond, punt, en dat hij de tweede zei van dit zijn de postulaten, dit stop ik erin. En ik vermoed dat hij er waarschijnlijk in heeft gestopt. C is altijd hetzelfde voor elke waarnemer in een initiaal stelsel, dat is vaak een uitspraak die erin wordt gestopt. Overigens heb ik die niet eens nodig, je kan hem ook maar vrij zonder, maar het is wel de makkelijkste manier. Het is nog een andere uitspraak. Maar het is echt oprecht, het is niet jullie interesse, het is echt oprecht, ik wil weten waar ik op kan bouwen. De natuurwetten zijn hetzelfde in inertiaal stelsels. Dankjewel, dat is precies waar ik naartoe ben. Ik moet even een stukje relativiteitsstelling met jullie gaan doorlopen. Jullie hebben het natuurlijk allemaal gehad. Maar het is goed om even iedereen even diezelfde basis te geven. Dus ik ga even een soort crash cursus speciale relativiteitstheorie doen. Het allerlaatste college ga ik een klein beetje algemene relativiteitstheorie vertellen. Kijken hoe energie daar een rol speelt, maar die bewaren we tot het eind. Eerst het de speciale. Het principe van, speciale, zullen we even noemen, relativiteit. Het is exact zoals hij het zegt. Het principe van relativiteit zegt dat de natuur aan dezelfde wetten voldoet, ongeacht in welk initiaal stelsel die zit. Een initiaal stelsel is gewoon een stelsel waarin de wetten van Newton gelden. Hè? Als je denkt, je bent in een stelsel zit waarin de wetten van Newton gelden, prima. Dan kun je daarna gaan bewegen naar een ander stelsel, want met een constante snelheid gaat het ten opzichte van het eerste, zit je ook in een initiaal stelsel. Geef je in een initiaal stelsel, je gaat met constant snelheid ten opzichte van bewegen, maakt niet uit welke snelheid, je komt altijd in een nieuw initiaal stelsel. En dat principe van speciale relativiteit zegt, hoe de natuurwetten ook zijn, het moet geen klap uitmaken of je in het ene initiaal stelsel zit, of je met Pietje meebeweegt, of dat je met Jantje meebeweegt. Je natuur moet er exact hetzelfde uitzien. En ook hier moet ik meteen even voorzichtig zijn. De getalletjes zien er niet hetzelfde uit. Als je zo'n bowlingbal voorbij kunt vliegen, en ik sta daar stil en zo, ik zie die bowlingbal voorbij vliegen, heeft hij voor mij een snelheid van 10 meter per seconde of zoiets. Dat vind ik zo best gedaan, die bowlingbal voorbij te doen, maar het kan, het is niet onmogelijk. Als ik in een ander initiaal stelsel ga, namelijk het initiaal stelsel van die bowlingbal, en ik loop even mee met die 10 meter per seconde, dan is de snelheid van die bowlingbal wel degelijk veranderd van stelsel naar stelsel. Het ging eerst 10 meter per seconde, toen ging meewegen ten opzichte van mij met 0 meter per seconde. Maar de wet waar die vliegende bowlingbal aan voldoet, die is hetzelfde gebleven. In dit geval de eerste wet van Newton. Als ik stilsta en ik zie voorbij vliegen 10 meter per seconde en ik zeg even dat ik geen krachten onderweg ondervind, dan zegt de eerste wet van Newton, geen krachten, dan moet hij onderweg, moet hij met 10 meter per seconde blijven gaan. Dan zeg ik in dit stelsel, dat klopt inderdaad, 10 meter per seconde, 10 meter per seconde, 10 meter per seconde, ja, die wet doet het. Als ik mee ga bewegen met die bowlingbal en ik beweeg dan met dat ding mee, heeft hij tenminste voor mij 0 meter per seconde, getalletjes veranderd. Maar die wet, eerst wat van Newton, geldt nog steeds. Want eerst wat van Newton zegt, voor die meebewegende persoon, zegt, ga je met 0 meter gaan, 0 meter, 0 meter, 0 meter per seconde, dat blijft nog steeds gelden. Dat is wat het principe zegt. Niet de getalletjes blijven hetzelfde van initiaal stelsel, maar de wet waar ze aan voldoen.
Zo. Nou, waar dit vandaan komt, jullie kennen allemaal het verhaal, de geschiedenisboekjes. Einstein, die naar de wetten van Maxwell keek, zei van, nou, als jij naar een geladen deeltje kijkt en je staat stil tot het geladen deeltje, je ziet een elektrisch veld. Als jij zo beweegt tot het geladen deeltje, dan heeft hij een elektrisch veld, want die nacht tot van jou beweegt ook een magnetisch veld. Dus wat heeft het nou, een elektrisch veld of een magnetisch veld? Dus Einstein, het maakt niet eens uit. De wetten van Maxwell zitten zo in elkaar. Of je nou dat ding ziet als een alleen maar een elektrisch veld, omdat hij stilstaat ten opzichte van jou. Of dat hij ook een magnetisch veld heeft, omdat jij beweegt ten opzichte van. Als je al een sommetje gaat doen wat er gebeurt, komt er exact hetzelfde uit. Bij Einstein kwam dat principe van relativiteit om goed naar elektromagnetisme te kijken. Promoveren die kreet tot algemeen. Nou, ik heb het heel bewust in vrijwel dezelfde woorden opgeschreven. Als principe van extreme actie. De natuur moet hetzelfde doen in het initiaal stelsel. En wat de natuur doet, komt uit het principe van extreme actie. Dan gaan we nu terug naar die opmerking over dat het iedereen hetzelfde moet zijn. Hier staat T. En T is waarnemen, is initiaal stelsel afhankelijk. Pietje's T is niet Jantje's T. Als je dit gaat minimaliseren, het getalletje uitzoeken waarin dit het kleinste is, kan het best zijn dat wat voor Pietje het kleinste is, voor Jantje niet het kleinste is. Voor Pietje komt er 13 uit, voor Jantje komt er 48 uit. Dat kan, ben dat gewend aan relativiteitstheorie. Getalletjes veranderen van stelsel naar stelsel. Maar dat betekent dus dat deze vorm nooit overeen kan komen met het principe van relativiteit. Want kijk maar, het getalletje verandert van stelsel naar stelsel. Dan krijg je niet voor iedereen dezelfde natuurwetten eruit. Dat mag dus niet. Wat gaat er mis? Dus we moeten iets gaan bedenken om dit formalisme te gaan gebruiken zodanig dat het principe van speciale relativiteit er toch weer uitkomt. Er zijn twee manieren voor. Ik heb voorgaande jaren in dit college heb ik één manier laten zien en heb ik deze keer gepromoveerd tot een opgave. Want in de loop der jaren is mijn eigen begrip is ook gegroeid. Toen vond ik een snellere methode. Een elegantere. Die ga ik je laten zien. Die staat ook in het detail nu. En die andere methode, die trouwens fantastisch werkt. Maar vergeleken met deze iets meer klankie is, heb ik een opgave van gemaakt. Suggesties. Licht staat aan. Het regent buiten nog niet helaas. Hoe kunnen we die Lagrangiaan, die er boven staat, pardon, die actie hier zo... zorgen dat die altijd dezelfde natuurwetten gaan teruggeven. Niemand? Frank, zie jij het? Oh, is dit waar je denkt nee, dat is die klankie. Die heb ik er ook een opgave van gemaakt. Ik weet hem mooier. Ik voel dan dat deze niet uit zou komen. Dat heeft compleet helemaal niks te maken met jullie en het weer buiten. Het heeft te maken met iets heel anders. En dat is dat vaak relativiteitstheorie aan natuurkundestudenten geleerd wordt op een manier waardoor dit niet 1, 2, 3 transparant is. Ik vermoed dat jullie speciale relativiteitstheorie hebben geleerd met, ik ga er weer naar dat op de docent stond, want hij zei nader, er was een twijg en zo, en toen schoot je aan een lichtstraling, dan kwam je een spiegel tegen onderweg, dat stuiterde dan, en toen had je een gamma gekregen ergens. Zoiets, klinkt dat bekend? Ja? Het is niet fout, ik vind het niet de mooiste afleiding overigens. Dat doe je net alsof licht een heel belangrijke rol speelt in de relativiteitstheorie, en contrary to popular belief is dat niet zo. De relativiteitstheorie doet ook zonder licht, als het licht niet zou bestaan. Wat ik ga doen na de pauze, is dat ik hier een andere manier van relativiteitstheorie ga zien. Die equivalent is aan de spiegeltjes en de treintjes. En als je dat dan gezien en begrepen hebt, gaan we gebruiken om deze vraag te beantwoorden. Hoe wij deze actie die hierboven staat, deze, zodanig kunnen schrijven dat hij zich niks meer van aantrekt of je Pietje of Jantje bent, in welk initiaal stelsel je zit. Met als gevolg
dat dus alle natuurwetten die eruit komen, dus voor iedereen hetzelfde zijn, dan heb je precies dat principe gered. Als we daar al zijn, kijk even naar dit bord hier. Als je dan gevonden hebt hoe die Lagrangiaan dan werkt in dat geval, kun je maar eens kijken of dan nog steeds de wet van basis van energie geldt. Ik geef het antwoord al weg, het antwoord is ja. Zo gaan we de wet van basis van energie bewijzen in een relativistisch systeem. En net als hier bij Newton, ga ik dan verder niet eens een uitspraak doen over hoe je er verder precies uitziet. Ik ga alleen maar zeggen, dit is ongeveer de vorm. En tot na de pauze. Wat ging er om? Ja, we gingen een stukje relativiteitstheorie doen. Wat dat betreft ga ik nou niks vertellen wat je nog niet weet. Namelijk gewoon een speciale relativiteitstheorie, maar in een vorm die je waarschijnlijk... Nou ja, dat is waarschijnlijk niet de manier waarop je het gehad hebt. Het is overigens wel de vorm die gebruikt wordt in de theoretische natuurkunde. Hoe jullie het waarschijnlijk hebben gehad, met een goede gedachte-experiment op zijn plek, vaak met de spiegel en een trein, is een soort instapmodel. Dan heb je door hoe het werkt. Daarna kun je het formaliseren. Het komt een beetje denigreren misschien, of niet? Zo bedoel ik het niet, excuus. Ik bedoel, ik heb wel eens... Je moet het ergens leren. Ik heb ook eerst Jippie-Janneke gelezen, waar ik een Shakespeare begon. Jullie niet hebben nooit gelezen, maar bedoel, je snapt het. Je moet ergens moet je beginnen. Ik bedoel het helemaal niet denigrerend, maar ik bedoel wel dat ik een grotere variant van, een bredere variant van de speciale relativiteitstheorie wil opschrijven. Maar ik heb ook echt even een plakmaatje, want is dat op dit moment even helemaal niks wat met fysica van energie te maken heeft. Ik ga het alleen nodig hebben om die vraag die hier nou ligt, beter te kunnen beantwoorden. Dus het is echt even een klapplaatje aan de zijkant. SRT, Special Relativity, in een notendop. Ik hoef me één regel op te schrijven en heb de complete speciale relativiteitstheorie samengevat. Deze regel, die keer waarschijnlijk wel, die heb je waarschijnlijk wel gezien. Alleen vaak is het bij jullie, denk ik, in jullie... Sorry, instapmodel, een gevolg geweest. Ik kan ook een startpunt nemen, ik bedoel dit. Ik definieer dit ding. Dt kwadraat minder x kwadraat minder y kwadraat minder z kwadraat. Ergens een c'tje om de eenheden goed te krijgen, maar goed, ik laat ze meestal weg, dus het kan zomaar zijn dat je een c'tje tekort komt zo meteen. Deze uitspraak, dat definieert een nieuw ding, en je kent allemaal hoe dat ding heet, dat heet dan de eigen tijd bijvoorbeeld. Als je het heel niks wil zeggen, mag ik het ook het Minkowski-lijnelement noemen. Er staat nu nog geen fysica op het bord. Het enige wat hier staat is de definitie van een nieuw object, d-tau-kwadraat. Fysica komt hierin. En dit vat de complete speciale relativiteitstheorie samen. Ik ben nu even alle grap en gore opzij. Dit is echt even de natuurkunde. Dit ding is invariant. Met invariant bedoel ik hetzelfde voor Jantje en voor Pietje. In elk initiaal stelsel gaat hier hetzelfde uitkomen. Nou, dt betekent gewoon de variëteit tussen twee dingen die gebeuren. En de x betekent hoeveel meter er tussen zit. En di hoeveel meter in i-richting. En dz hoeveel meter in z-richting. Twee gebeurtenissen. Die gebeuren een bepaalde tijd na elkaar en op een bepaalde afstand van elkaar. Dat is dt en dx. Als je op deze gekke manier optelt, komt daar een nieuw getal uit. 8, min 17, zoiets. Een getal. En dat getal is ook voor een andere waarnemer die naar die twee gebeurtenissen kijkt, komt daar hetzelfde getal uit. Ondanks dat die andere waarnemer in een ander initiaal stelsel kan zitten. Meteen even een voorbeeld. Ik moet twee gebeurtenissen hebben. Kopje koffie, worden we ze mee? Nee. Kopje koffie is een beetje prima nul hoofd. Dat moet je mee demonstreren en zo. De tweede, ontploffende rotjes. Dat vind ik wel een goede gebeurtenis. Wie een rotje ontploft. Dus op deze kant van de tafel, hier ontploft een ander rotje. Pang, pang, er zit een paar seconden tussen. Laten we zeggen 3 seconden, dat definieert mijn dt, namelijk 3 seconden. Vergeet de dn en dz. Ik vraag voor het gemak even als dat allemaal in één lijn gebeurt. Hoeft niet, maar ik laat het gemakkelijk doen. De dt
dx tussen die twee rotjes, nou, is iets van 1,5 meter, hè, zoiets. Prima. Even invullen, dan staat hier 9 met de lichtsnelheid en min die 1,5 meter in het kwadraat. Optellen komt een getalletje uit. Dan komt iemand anders en die kijkt naar diezelfde twee ontploffende rotjes. Jullie kennen allemaal hoe dit gaat, hè? Die loopt voorbij de twee ontploffende rotjes. En voor hem loopt de tijd anders, tijddilatatie. En ook het aantal meter is voor hem anders. Dus hij meet een ander aantal seconden tussen die twee ontploffende rotjes en een ander aantal meters. Nou, jullie kennen allemaal daar de formules bij. Hè? Dan heb je moet je de gamma, de wondersfactor op de juiste plek zetten. Maar voor die persoon komt daar dit uit. Die geeft een accentje op. En de persoon in het andere initiaalstelsel, diegene die voorbij kan lopen. Een andere t, dt, niet meer 3 seconden, maar in het geval langer of korter. Even rekening tijdens die testen. Eigenlijk vraag ik nu, is het welke kant werkt de tijdtilatatie ook hier? Hij is korter. Dat maakt even niet uit. Het punt is, de hoeveelheid tijd tussen twee opvolgende rotjes is voor die andere waarnemers een ander getal, is niet meer 3 seconden. De hoeveelheid meter tussen die twee rotjes, de volgende rotjes, is ook niet meer 1,5. Het is een andere waarde. Dus dt is anders dan dt-accent, dx is anders dan dx-accent. Maar deze gekke combinatie van, dat levert weer dit op, c kwadraat, d-taal kwadraat. Deze waarde is wel hetzelfde als die waarde. Altijd. Dan doen we het invariant. Maakt niet uit of je jantje of pietje bent. Hoe jij ook jouw tijd ziet lopen, dt of dt-accent, of hoe jij ook een aantal meters ziet, dx en dx-accent, deze aparte combinatie van dx en dt's, met die minnetjes en die kwadraat en zo, gaat voor iedereen dezelfde waarde opleveren. Die uitspraak, dat de eigen tijd op een lijnelement invariant is, iedereen hetzelfde, dat vat de complete speciale relativiteitstheorie samen. Als je die uitspraak geeft, en een berg wit papier en een pen, dan kun je alles afleiden, inclusief e's en c-kwadraat en zo, en dat soort dingen. Lorentz transformaties. Nou, dit kun je dus omzetten in een sommetje. Je zou je bijvoorbeeld dezelfde andere vraag kunnen stellen. Nou, dan is er vast een van de algemeen verband tussen t's en t-accenten en x'en en x-accenten, die zorgt dat dit waar is. De uitkomst daarvan, die ken je vermoedelijk. Als je weet hoeveel tijd er voor de ene persoon tussen de opvolgende rotjes zit, kun je uitrekenen hoeveel tijd er tussen voor de andere persoon tussen zit. En als je weet hoeveel meter er tussen de twee rotjes zit voor de ene persoon, kun je ook uitrekenen wat die van de andere persoon is als deze. C, T, T. Dit zijn de Lorentz transformaties. Waarmee je het aantal meters, het aantal seconden van de een naar de andere waarnemer kan overschrijven. Nou, ik was niet blij dat jullie een relativiteitstheorie kregen, maar ik geloof je dat dit volkomen voldoet aan deze uitspraak, aan die invariantie. Terwijl als jij zegt, nou, ik ga deze dt-accent ga ik vervangen door dit ding, ik ga deze dx-accent vervangen door dit ding, en je gaat verder uitrekenen dat je precies deze terugkrijgt. Dat inderdaad deze regel ervoor zorgt dat het invariant is. Dus opgave 1 van de huiswerk trouwens. Gewoon even kijken of je dat in de vingers hebt. Even kan zien dat wat jij al wist, de Lorentz transformaties, inderdaad voor precies deze uitspraak garanderen. Nou, ik geloof al, je kan de hele relativiteitstheorie uithalen, ook e's en c-kwadraat en fsmla en zo, maar dan de relativistische versie kun je allemaal doen. Gaan we niet doen, want het is geen college relativiteitstheorie. Fysica van energie, maar wat hier staat is wel genoeg om hiermee verder te gaan, die vraag die hier ligt te beantwoorden. Even terug naar het grote verhaal. He, dus dat kladblaadje is een beetje voorbij. Het probleem waar we tegenaan liepen was dit. Je hebt hier een actie. En zoals die daar staat, kan die niet voldoen aan het principe van relativiteit. Waarom? Omdat daar een dt staat. Die L zelf hangt ook van t af. En t is niet voor elke waarnemer hetzelfde. Pietje meet een ander aantal t dan Jantje.
Dus de waarde van S is voor Pietje een anderhalf voor Jaantje. Dus het minimum voor Pietje is niet hetzelfde als minimum voor Jaantje. En dan zegt dit principe van extreme actie, zegt dan, nou, dan gaan Pietje en Jaantje andere natuurwetten vinden. En dat mag niet, want dan breek je deze wet. Dat was een probleem waar we tegenaan liepen. En dan ga ik nu weer terug naar de vraag die ik net al stelde aan jullie. Hoe kunnen we dat ding daar aanpassen? Hoe kunnen we S, die actie, zo definiëren dat die wel altijd voor elke waarnemer hetzelfde oplevert? Welk S moet daar staan om te zorgen dat je netjes altijd het principe van extreme actie terugvindt? Het principe van relativiteit, dat ik ben in dezelfde wetten terugvind. Ik kan niet verder, ik kan niet jullie bewijs van relativistische energie aanpraten als mijn bewijs maar voor één waarnemer waar is. Ja? Ik wil hem voor alle waarnemers waar hebben. Zijn jullie het me eens dat die S op zijn minst iets invariants moet zijn? Voor elke waarnemer hetzelfde, anders houdt alles op. Nou, noemen ze iets wat voor elke waarnemer altijd hetzelfde is. Detail. Ja, klopt. Detail is een hele goeie. Een hele aardige zeer is trouwens deze. Ah, ik weet het al in. Ik heb namelijk geleerd dat C voor elke waarnemer hetzelfde is. Ja, dat klopt. Dat is niet fout. Dus als je zegt, nou, ik knal hier C. Moet je integreren over T of over touw trouwens, als je dan verder wil. Ja, het zal touw moeten zijn. Als je het, deze is invariant, dat is namelijk C. Als je T schrijft, dan was je, dit was wel invariant, maar je actie niet. Dus dat moet dan wel touw zijn. Dat is de enige manier om het invariant te maken. Het is niet fout. Je hebt een invariante actie opgeschreven. Je hebt er alleen zo weinig aan. Wat doen ze invullen bij deze? Ja, dit gaan we minimaliseren. We hebben vorige week afgeleid wat gebeurt er dan? Nou, moet je daar dan invullen. Ja, dan krijg je een extreme waarde voor die actie. Even kijken hoor. Dit zou dan de Lagrangiaanse, hè? L. Invullen, afgeleid van die Lagrangiaan naar x is 0. Andere kant volgens mij net zo hard 0. Dan staat er 0 is 0. Dat is niet fout. Alleen het is lastig natuurkunde bedrijven met uitspraak 0 is 0. Of 4 is 4 of zo. Dus het is goed wat daar staat, als je het voldoet aan het principe van relativiteit, alleen het helpt je niet, het gaat je geen natuurwetten geven. Maar gelukkig hebben we nog een andere mogelijkheid. Dit dan. Dus precies wat hier staat, de detailkwadraat is altijd hetzelfde voor elke waarnemer. Dus detail zelf het ook. Kleine subtiliteit. Ik moet integreren over een d iets, niet een d kwadraat iets. Dus ik heb een wortel moeten nemen. Dus ik moet hier eigenlijk voor die detail niet de wortel van deze hele zijkant nemen. Of de min. De minwortel mag ook. Maak dat uit voor je natuurwetten. Je hoort al mijn stem van nee is, maar. Vorige week heb ik u een opgave gegeven waarin staat, hey, als je nou die hele Lagrangiaan de minteken verandert, krijg je andere natuurwetten terug. Dat is een huiswerkopgave. Het antwoord was nee. Je kan meteen zien, hè, als je hier elk L vangt door min L, die minnetjes vallen gewoon weg aan beide kanten. Dus dat minnetje zie je toch niet terug. Het maakt geen klap uit dat je hier een wortel neemt om van die detail daar een detail op te schrijven. Dus we laten gewoon mooi detail staan. Dit is invariant. Ik hoop ook dat je ziet dat ik echt wat dat betreft niet aan het smokkelen ben. Ik heb in de relativiteitstheorie maar twee invarianten, namelijk C en detail. Dus als ik een actie wil opschrijven, oftewel ik word gedwongen door het principe van relativiteit om een actie op te schrijven die hetzelfde is, dan mag ik alleen maar spelen met de getallen C en met detail. Dat zijn de enige twee die ik heb. Dus het klinkt van ja, dus heel raar, je gokt gewoon dat die het is. Nee, het is de enige die je kan. Want C die valt al af, want die geeft alleen maar constanten terug. 0 is 0. Deze moet het wel zijn. Ik heb niet anders. Dus nu we dat weten, gaan we gewoon de boel invullen. Want we weten, toch even naar beneden, we weten dat wat detail is. Hè. En nu komt het punt dat ik die C'tjes altijd begin weg te laten, dus hou me even scherp. Je weet, de theorie is natuurlijk gemaakt van elk C'tje maakt ze gewoon 1. Dat schrijf zo makkelijk. En van G ook trouwens, nu is de constante, de Boltzmann constante ook.
en constant verplakken. Je ziet in één reden toch wat je tekort hebt. Dat is allemaal zo'n probleem. Maak een professor op de vuur en die liet gewoon alles weg. Inclusief factoren 2. En pi en zo. Ja, dat is allemaal niet belangrijk. Had hij ergens wel gelijk in. Wij noemden dat gekscherend altijd, dit heet de natural units, de natuurlijke eenheden, zet gewoon alles één. Wij noemden zijn notatie altijd achter zijn rug de supernatural units, maar alles is één. Maakt niet uit wat er uitkomt, komt altijd één uit. Min 1 staan ze ook één, hè, trouwens, in de supernatural units. Anyway, ik ga proberen ze erin te houden. Detail is de wortel van dat hele ding. Dan nog een 1 gedeelte C er wel voor. Ja, nou daar gaan we al. Je hebt hem precies. Overigens, maakt die voorfactor eigenlijk uit voor mijn natuurwetten? Nee. Want ook dat was een sommetje voor de weken. Mag je dingen doen met een van de willekeurig constante vermenigvuldigen? Nee, ja, maar ik heb meer gewoon als is teken van de eerste naar de tweede regel. Je hebt gelijk. Het puur wiskundig, als de wiskundige er is die je bent, heb je volkomen gelijk. Ik probeer nog om het tapijt te doen. Hoe eerder het lacht, hoe beter ik het, hoe liever ik het heb. Als je verder gaat puzzelen, dan zou je dit ervan kunnen maken. Dat je dt buiten haakjes haalt. Ik heb een vector x van gemaakt. Hè. Dat is deze, die en die, allemaal samengenomen. Geen pakket uit te zien misschien. Hier staat de wortel van 1 min v kwadraat, als je goed kijkt. Oh, nu ben ik echt een c'tje kwijt, dat kan niet anders. Ja, c min x. Zal ik hem even hier zetten? Dit is geen smokkelen, het is gewoon ik die mijn eigen zorgheid verbetert. Ik zie het makkelijk, hè? Hier staat 1. Wat zeg je? Jij hebt nog het C-kwadraat daar ook onder de wortel staan. Je hebt 1 gedeelte C buiten in het gaal staan. Als je helemaal naar binnen rijdt, dan komt dat wel. Dus je wilt als we naar deze gewoon weghouden. Oké. Dat kunnen jullie ook allemaal, hè? Ja, nee, ja. Het is ook zo makkelijk even af te zijn. Ja, precies. En dan snap je dus waarom we dat dus ook die dingen zo eens weglaten, ja? Anyway, dan staat er hier dus integraal van 1 min v van c kwadraat, daar wordt er van, dt. En ik hoop dat we hier onderhand de Lorentz-factor in beginnen te herkennen. Gamma. Staat er niet gamma, staat 1 gedeeld door gamma, hè, trouwens. Staat er, 1 gedeeld gamma. Dt. Ik heb hier een fantastisch invariante Lagrangiaan staan. Laat je niet volgen door het feit dat hier een dt staat. Dat je denkt, het is nu Jantje Pietje afhankelijk geworden. Nee. Deze gamma vangt dat weer op. Gamma brengt jou van t weer naar touw terug. Hè? Dus hier is allemaal invariant. En het is de enige mogelijkheid die ik heb om dit te maken. Deze is mooier dan die van vorig jaar, toch? Ja. Mooi. We hebben nu een actie, of een actie, moet ik het beter zeggen. En we hebben nu, als het goed is, het probleem opgelost. Dat we niet aan het principe van relativiteit voldeden. Dit kun je schrijven als LDT. Hierzo. En L heb ik gewoon gedefinieerd als 1 gedeeld door gamma. Ook even een discussie vorige week, toen we het hadden over Lagrangianen, waarom is het nuttig? Toen hadden Frank en ik even een discussie van, ja maar, iemand moet je wel de Lagrangiaan gegeven hebben. Toen zei ik, ja maar vaak dwingt een van de principe uit de natuur af hoe de Lagrangiaan eruit moet zien. En hier zie je een voorbeeld daarvan. Ik heb niet één gedeelte gamma gemaakt. Hij moet wel zo zijn gegeven mijn relativiteitsstelling. Meer smaken zijn er niet.
Hé, maar nou heb ik precies wat daar bovenop staat. Ik heb een S als een integraal van een L over dt. Dus dat betekent dat nu we dit hebben staan, we hebben dus gewoon dit staan, het hier in gedeelte gamma. Nu is het invariant. Dit hele wiskundige apparaat wat erna volgt, kun je gewoon blind overnemen. Doet het ook. Vandaar dat ik tegen jullie zei, het is zo belangrijk dat je dat echt van vorige keer even goed scherp op het bord hebt staan. Even op een rijtje. Ten eerste. Hier stond, als je een Lagrangiaan hebt, je integreert op de t, het geeft een actie, en je wil de extreme actie wil je hebben, zodat je de natuurwet terugvindt, waarom afgeleid, oh, dan moet je dit invullen. Kun je ook doen. Alles wat hier staat, mag je blind toepassen hierop. Want deze vorm is precies wat daar ook staat. Kun je allemaal blind gebruiken. Raad wat eruit komt. Sommetje kun je doen natuurlijk, hè. Dat is gewoon een stukje algebra. Je pakt deze wat je aan Sjaan, stop je daarin, dan vind je wat de natuur doet. Waar dat rekenen, differentiaal vergelijking aan doen in ons hoofd? Wat is dldx voor deze wat je aan Sjaan? Ik zeg 0. Want gamma hangt niet van x af. dldv wordt gamma tot de derde MLA. Gewoon afgeleid even nemen. En wat staat er? De ddt ervan is 0. Dus dat weet je van gamma MLA, dat die constant is. Dat werkt als a constant is. Pardon, als a 0 is. Moet ik het goed zeggen. Ik zeg het een beetje slordig, dus geef goed om het nog een keer te zeggen. Deze L mag je daar niet stoppen, vind je wat er natuurlijk doet. Deze kant leef je 0 op. Die andere kant bestaat de ddt van de v afgeleide van die L. Dat leef je op gamma tot de derde ma. Als je het helemaal netjes uitwerkt. En die is gelijk aan 0. Dus gamma tot de derde mla is 0. Maar gamma is zelf nooit 0. Gamma is 1 of groter. Dus mijn 1 smaak is a 0. Dus gewoon zelf zeggen dat dingen in een constante snelheid bewegen, in een rechte lijn. Je vindt de eerste wet van Newton terug, die is ook bij de relativiteitstheorie. Dat vind je. We pakken er nog eentje. We hadden ook gezien, bewezen vorige keer, en als echt even dat filmpje kijken op YouTube, dat dit ding wat hier staat. Is nog een integraal teken, maar was vanwege een privé-discussie net in de pauze. Die Hamiltoniaan is ook behouden, hè? Hadden we gezien, wet van maat van energie. Onder voorwaarde dat L, wat die ook is, alleen van x en alleen van v afhangt, mag niet van t afhangen. Dat doet deze Lagrangiaan. Die hangt van v af en niet van x, had hij best gemogen trouwens, maar niet expliciet van t. Dus wat weet je dan, als je die daarin vult? Behouden energie. De wet van maat van energie geldt dus, paf, ook in de speciale relativiteitstheorie is die waar. Ik wil nog een klein beetje in de gaten krijgen. Als ik dan kijk naar die Newtoniaanse Lagrangiaan, dan zie je iets als een halve v verlaat binnen een potentiaal. Dan denk ik, oh ja, met kinetische energie, met een potentiaal. En nu hebben we L is 1 gedeeld door gamma. Welk fysisch systeem hebben we daar eigenlijk over? Wat is nou? Alsof we het afgesproken hebben. Dat is echt voor iedereen, dat is niet zo. Maar moet je opletten. Nee, ik snap het wel. Ik doe kijk hier. Ben ik de enige met deze verband? Nee, oké. Even los nog van dat deze gamma, deze L, een gekke vorm heeft. Ik hoop dat jullie allemaal zien dat het formalisme verder werkt en dat je dat dus netjes al wet van energie geeft in relativiteitstheorie. Dat geef je dat ding met een constante snelheid bewegen als je het met de rust laat. Dat komt er allemaal uit. Dus je vindt dat allemaal terug. Er komt Frank gevraagd, ja maar wacht even, hartstikke leuk, we hebben nou op basis van het principe van relativiteit, hebben wij nu deze Lagrangiaan ergens vandaan gehaald, maar sorry, maar dat ding lijkt van geen meter op een halve meter daar min potentiële energie. Toch? Dat is jouw vraag eigenlijk. Nou, alsof we het afgesproken hebben, Frank. Ik haal dit weg, dit heb ik niet meer nodig. Mijn claim is dat dit ding is eigenlijk gewoon een half mv kwadraat min potentiële energie. Alleen je ziet het niet zo makkelijk.
even genoemd. We gaan even die Lagrangiaan even uitkluizen. Ja, gegeven dat dit waar is, dan hebben we gezien dat je behouden energie hebt en zo. Schitterend. We gaan eens kijken wat die zelf nou is. Dan ga ik er even dit bij maken. Dit, ook dit, dit zou je misschien nog een beetje smokkelijk kunnen ervaren, maar we hadden al gezien bij de huiselijke opgave vorige keer dat je de hele boel met constante mag vermenigvuldigen. Dat is prima. Dat mag. Het maakt voor je natuurwetten niet uit. Ik hoop dat je ziet dat die energie die eruit gaat komen, dat behouden ding uit het neutrinostheorema daar zo, ja, dat gaat wel veranderen natuurlijk. De betekenis wordt anders. Nou, Lagrangianen zijn gedefinieerd, toen we nog niet over relativiteitstheorie praat waren, als iets met energie. Dit ding heeft geen eenheid van de energie op dit moment. Het heeft überhaupt geen eenheid. Dus even het gamma. Gamma is eenheidsloos. Je zou ervan kunnen maken, nou weet je wat, om aansluiting te vinden bij Newtoniaanse fysica, moet ik op zijn minst zorgen dat het een energie eenheid heeft. Maar we mogen dit mogen niet overboord gooien. Dat hebben we nou met veel pijn en moeite ingestopt. Dus je mag het best met constant vermenigvuldigen. Dat maakt hier toch niet uit voor de natuurwetten. De natuur gaat zich niet anders gedragen op dat moment. Dus ik smokkel wat dat betreft echt niet. Mijn natuur ben ik niet anders aan het maken doordat ik de boel met constant vermenigvuldig. Ik ben alleen de constante met eenheden zo aan het kiezen dat het hetzelfde eenheden heeft als Newton. Dus ik ga er iets energieers van maken. Maar waar mag ik mee vermenigvuldigen zonder dat ik de invariantie verstoor? C zeggen. C is voor iedereen hetzelfde. Massa. Rustmassa. Is ook voor Jantje een beetje hetzelfde. Dus als ik hier iets energetisch van wil maken, om aansluiting te vinden bij Newton, en nogmaals, het mag dus hè, op basis van de natuurwetten veranderen er niet door. En ik wil dit wil ik niet overboord gooien, dan mag ik met M'tjes en met C'tjes mee vervullen. Dat is maar één mogelijkheid hoe het kan. Deze. Hij is nog steeds invariant. Hij is alleen met de eenheid aangepast aan Newton. Ik zet er ook een min voor. Ook dat mag. Dat is niet huiswerk. Maakt voor de natuurwet niet uit. Het is alleen om aansluiting te vinden bij wat ik al wist. Ga met uitschrijven. Ja, maar je weet, ja, dat is smokkelen, want mc-kwadraat, ik weet e en c-kwadraat, je bent gewoon die formules in aan het stoppen. Nee, je weet helemaal niet e en c-kwadraat. En met hindsight is alles makkelijk. Ik stop hem nou in puur op basis van het feit dat de enige constante zijn waarmee ik mag vermenigvuldigen om invariant te blijven. En dat er een energieachtig ding uit moet komen. Ik ga even uitschrijven, dan staat er e min v tot de c-kwadraat wortel. C-kwadraat, staat hij daar. Nou. Dit lijkt er iets meer op een half mv-kwadraat plus potentiële energie, hè? Absoluut nee, het lijkt nog steeds meer. Maar het moet er ook helemaal niet op lijken. Een half mv-kwadraat geldt als je met een langzame snelheid aan het bewegen bent. Newtoniaans. Dus laten wij nou eens voor de pret dit ding. Deze is nog helemaal exact en invariant en zo. Laten we eens kijken bij de lage snelheid wat er aan gebeurt. Terra-expansie. Eerst door de terra-expansie hiervan. Dat geeft jou, van een wortel is het min 1 min een half vegen c in het kwadraat. Inderdaad, eerst door de terra-expansie. Ik heb gezegd dat vegen c veel kleiner is dan 1. Terwijl je beweegt wel, maar niet tegen de lichtsnelheid aan. Eerst door de theorie. Krijg je dat. Een half mv kwadraat min m al c kwadraat. En dat is wel precies die vorm die daarboven staat. En ook hier wil ik even benadrukken, ik heb er niet naartoe gesmokkeld.
heb alleen maar datgene gebruikt, het enige wat ik mag gebruiken om een variant te blijven. Meer heb ik niet gedaan. En er is er echt maar één mogelijkheid waarop het kan, en dat is deze. En dan vind je, op een lage snelheid, dat is van Newton. Newton's Lagrangian. Dus die Lagrangian die hier staat in het gamma, was stiekem eigenlijk al die tijd al van die vorm. Alleen je moet hem even bij lage snelheid ontwikkelen om te zien dat zo is. Je kan ook meteen zien wat de potentiële energie is, hè, van een vliegendeeltje met snelheid v. Lagrangian is namelijk kinetisch min potentieel. De potentiële energie van een vrij bewegend deeltje, mc². We hebben gevonden dat de potentiële energie van een vliegendeeltje mc² is. Wel bij lage snelheid. Bij lage snelheid, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Maar het is de enige manier om aansluit te vinden bij Newton, want die geldt per definitie bij lage snelheid. Dit is het algemene. Newton is niet het echte geval, dit is het echte geval. En Newton is een speciaal geval van. Dus hier staat hier, dit is de potentiële energie van een deeltje bij lage snelheid. Mc². Claim. Ja. En ik mag dan wel gewoon extra potentieel toevoegen. Ja, absoluut. Absoluut. Zeker. Kijk, deze potentiaal term, als je hier potentiële energie voor wil lezen, ja, het is wel waar, maar je hebt er geen klap aan. Hè? Nee, je kan er niks mee. Want hij komt eruit. En blijkbaar is hij er. Zit er dus blijkbaar energie verstopt in het hebben van massa, namelijk mc², dat staat er. Maar het is niet dat het oplevert, want die constante, dat deel van hier en hier gevuld, geven gewoon 0 is 0. Dat is precies waar je niet zoveel aan hebt. Dus wat kun je doen? Dat je zegt, ja, hartstikke leuk, maar ik wil het ook graag weten voor deeltjes die wel degelijk een echte potentiële energie hebben, niet alleen mc². Nou, we hebben ook een ja. Deze. De kinetisch. Nou, wat zou je nou doen om dat ding een andere potentiële energie te geven? Gewoon hetzelfde wat daarboven staat. Je trekt er gewoon die potentiële energie vanaf. Kijk, vergeet niet, hè, alles wat hier staat, tot en met hier, is dus alleen maar voor vrij bewegende deeltjes, die geen krachten voelen onderweg. Die geen andere potentiële energie hebben dan deze constante bijdrage. We een algemene hebben, dus een deeltje wat wel degelijk een potentiële energie voelt, hè, krachten voelt, dan komt dus helaas ruimte tekort. Ik ga het hier onderschrijven. Exact hetzelfde als wat je in de Newtoniaanse Lagrangianen ook al deed. Om krachten in je natuurkunde toe te voegen. Je neemt namelijk de Lagrangiaan en je trekt die potentiële energie vanaf. Dat doe je ook. Dan vervang je dus L, waarvan je weet, is 1 gedeeld door gamma. Dan trek je gewoon je potentiële energie vanaf. Dan is de potentiële energie van wel de variant te vormen. Dat vind ik een verdraaid goede opmerking. En het antwoord is ja. Dus als je alleen maar van de positie afhangt, dan is het makkelijk. Ja. Nee, ook als die van de x afhangt. Ja, kijk maar, als die van de x afhangt, ik zeg iets hoogte energie, m of g van x of zo. Die x is de x voor 1 is de x, is de hoogte voor 1 is niet de hoogste van alle, hele Lorentz contractie. Dus om dat echt goed te krijgen, moet jij je Newtoniaanse v nemen en daar een gamma voor knappen. Maar zover gaat het. Maar het is wel waar. Wat Frank zegt voor de mensen die dit voor jullie misschien wat te snel ging. Frank zegt, ja, hartstikke leuk. Ik geloof best dat we nu gezien hebben dat dit gewoon de kinetisch is. Maar je wilt een deeltje op de kracht, dat wil je ook kunnen beschrijven. Dan trek je gewoon de potentiële energie er vanaf, dat deed je daar boven ook al bij Newton. Zegt Frank, ja, maar wacht even, dit was invariant. Die ingewikkelde gamma, daar hadden we ons best voor gedaan. Op het moment dat jij min v ervan afhaalt, potentiële energie, dan ben je invariantie kwijt. Of dan moet je zorgen dat dit ding, die potentiële energie, dus ook invariant is. Anders ben je die invariantie kwijt die je er net in had gestopt. Dat is jouw punt, hè? Dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar dat klopt. En in de praktijk, als in hoe mensen het daadwerkelijk doen, is dat mensen zich daar niet zo druk om maakt. Daar is een heel simpele reden voor. En er staat maar
precies één potentiële energie bekend in de hele natuurkunde die van zichzelf invariant is. En elke andere, MOGMH of een half CU kwadraat of zo, zijn allemaal niet invariant van zichzelf. Gokje, welke het is? Het is één potentiële energie die van zichzelf invariant is. Van nature. Van elektromagnetisme. Van elektromagnetisme. Dat gaat vanzelf goed. Toen ik jullie bij het eerste werkcollege had ik jullie de vraag gesteld, bereken even de potentiële energie die hoort bij de Lorentzkracht. Als je dat netjes doet, dan had ik gevraagd van, is dat ding een exacte integraal? Antwoord was ja trouwens. Zelfs niet kun je ook bewijzen dat die invariant is. Dat is de enige die de natuur van nature erin heeft. Dus in de praktijk, als je deze sommetjes doet en je gaat een deeltje bekijken wat krachten voelt, ja, dan maak je dus bijna altijd al weer toch weer stiekem niet invariant. Dat kun je weer goed krijgen door weer een gamma voor te plaatsen, maar zoveel hoeft niet te gaan. Stel je nou eens voor dat deze van pizza maakt, deze potentiële energie. Is de energie dan behouden? Dit doel aan de vraag zijn waar niet te lang over na te denken. We even naar het bovenste bord kijken. Staat hier. We hebben toen wezen elke Lagrangiaan die niet expliciet van Theo van het GVA behouden energie terug. Dus ook deze. Maakt niet uit wat je erachter stopt. Mag van X ophangen, mag van V ophangen, als maar niet van T ophangt. Dan krijg je automatisch behouden energie terug. Ook in de relativiteitstheorie. Ik plak nog één laatste opmerking aan vast. We hebben nu over energie gehad. Een paar van de opgaven die je nou kan gaan doen, is daadwerkelijk voor een gegeven V even uitrekenen hoe dan dat systeem beweegt, wat die energie dan is, mag je zelf even wijzen dat die echt gegarandeerd, zoals hier op bewezen staat, maar kun je echt even expliciet wijzen dat die invariant, of waarom, dat die behouden is, dat de wet van energie geldt ook in de relativiteitstheorie. Maar ik wil ook nog even afvragen, wat doet de natuur? Oké, de energie is behouden en er komt deze uitdrukking. Maar wat doet het? Nou, daar heb je deze voor. Gewoon daar een invullen in de Lagrangiaan en kijken wat er gebeurt. Als V er niet stond, hadden we net even tussen neus en lippen door gezegd, komt er gewoon uit gamma tot de derde, MLA is 0. Dat betekent A is 0, deeltjes gaan met de rechte lijn als je geen potentiële energie hebt. Als je wel een potentiële energie toevoegt, maakt het even niet uit hoe die eruit ziet. Dat sommetje hoef ik niet voor je voor te rekenen, want dat kun je prima zelf. Vul gewoon even dit in daarin. Ik werk gewoon even uit. Dan vind je gewoon de tweede wet van Newton terug. Alleen dan wel geldend binnen de relativiteitstheorie. Het sommetje wil ik je echt. Ik heb het niet in het huiswerk gestopt. Ja, voor één specifiek geval. Dat is met die constante krachten. Ja, precies. Maar de algemene variant. Maar ik wil je echt op een regenachtige zondagmiddag, nu je in de hele plaats graag bent, je weet wat het licht staat aan en zo, dan moet je erna. Dat gaat je land ook niet. Nou, blijf het proberen. Dan moet gewoon even proberen. Deze even invullen daarin. Kijk wat eruit komt. Ik beloof je dat je gewoon de tweede wet van Newton terugkrijgt. Met één interessant verschil. De tweede wet van Newton zegt even zelf aan. Hadden we daar ook al gedaan. Op het moment dat jij deze Lagrangiaan die relativistisch invult en je gaat dan kijken wat de natuur doet, vind je ook deze terug. Met één verschil staat de gamma tot de derde achter. Volgt. Ik stop er niet in, het komt er vanzelf uit. Dit is de relativistische versie van de tweede wet van Newton. En op dit moment is er altijd iemand die zegt, wacht even, we gaan deeltjes versnellen. En de speciale relativiteitstheorie gaat om deeltjes die niet versnellen. Het gaat om dingen met constante snelheid. Dus wat ben ik, doe ik iets fout? Ik vind hier een wet terug die zegt, nou dat deeltje, dat versnelt. En kijk, maar heeft A ongelijk aan nul. Het gaat steeds harder. En we hebben net een tijd geleerd, bij relativiteitstheorie, het gaat over dingen met constante snelheid.
Dus wat klopt er nou niet? Of klopt het stiekem wel? Vertel. Ja, volgens mij is dan de snelheid groter wordt in zo'n lichaam voor dat de gamma-factor wordt dan kleiner. Ja, maar in plaats van dat het compenseert elkaar, dat toch dezelfde snelheid blijft. Zoiets. Ja, dat is sowieso niet zijn van het gewicht. Wat je meteen kan zien is dat die snelheid wel ligt. Dat kun je zien. Ja, dat kan niet zo meer doen. Dat zie je meteen aan de wet. Wat je ook van heeft maakt, zijn maximale snelheid bereikt wanneer A is 0. Hè? Daar gaat hij niet meer sneller van. Gamma kan niet 0 worden, maar het kan wel oneindig worden. Dus even naar de andere kant brengen, dan kun je dus wel degelijk een A is 0 krijgen, maximale snelheid. Wanneer is dat zo? Wanneer gamma oneindig wordt. Wanneer wordt gamma oneindig? Bij VSC. Dus hier komt automatisch uit dat wat je ook voor kracht invult, je gaat nooit zijn waar het ligt, hoe hard je er ook aan trekt. Dat volgt. Maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, botst het niet dat we vinden dat deeltjes nu aan het versnellen zijn? Terwijl we dachten dat bij relativiteitstheorie dingen altijd met constante snelheid gaan. Dus vind ik het heel belangrijk om mee af te sluiten. Dit is echt iets wat gewoon bij jouw basisbegrip als natuurkundige hoort. Dat je deze paradox, dat je weet wat daar fout is. Vind je? Ja, is het niet dat de waarnemer in het universaal stelsel zit? En datgene wat je meet hoeft niet in het universaal stelsel. Dat is exact het antwoord. Het is een uitgebreid en veel voorkomend misverstand. Dat de speciale relativiteitstheorie zegt dat dingen, dat je hem alleen mag gebruiken, moet ik het goed zeggen. Dat je de speciale relativiteitstheorie alleen mag gebruiken op het moment dat jij naar dingen kijkt die met constante snelheid gaan. Dat is hartstikke fout. Dat is echt fundamenteel gewoon niet correct. Dat is niet goed. Klopt niet. Wat die relativiteitstheorie zegt, de speciale, is dat je hem alleen mag gebruiken gezien vanuit een inertiaal stelsel. Jij moet zelf een inertiaal stelsel dit als waarnemen. Datgene waar je naar kijkt mag best versnellen of niet. Dat staat er. Hier staat de wet die zegt hoe hard iets aan het versnellen is. Dat mag prima. Jij moet in het initiaal stelsel blijven. Hetgeen waar je naar kijkt mag best versnellen. Dat is echt een groot misverstand. Vraag dat een willekeurig natuurkunde docent of zo. Jij niet op de universiteit of middelbare school. Die zegt allemaal, dat leven als ding, het constant is uit. Dat is gewoon fout. Dat is echt gewoon niet correct. Bovendien, dan wordt de toepassing van de theorie wel erg mager, kan ik je ook vertellen. Want hoe vaak gaan dingen alleen met constante snelheid? En sterker nog, als jij in CERN gaat berekenen hoe snel deeltjes bewegen of zo. En die botsingen waar ze Higgs-deeltjes maken en zo. Daar gebruiken ze allemaal deze theorie voor. Nou, dat had dus eigenlijk niet gemogen als die kreet waar ze zijn. De relativiteitstheorie mag je wel degelijk gebruiken. Je moet zelf in het initiaal stelsel blijven. En hoe datgene dan versnelt, gezien vanuit jouw stelsel, was deze wet. En de energie van dat deeltje staat hier allemaal als steeds behouden. Dus wat wij nu gedaan hebben, dit college, is de relativistische versie van de wet van Boutse energie bewezen. En dat is het. De rest is te oefenen. Dus ik heb er opgaven gemaakt. Eentje is om de... Die, ik heb hem alweer weggegeven.